Patrice Roelvink opende vanmorgen de Amsterdamse beurs met een slag op de gong. De volkszanger deed dat naar aanleiding van zijn nieuwe single Geen Crisis Waar Dries Is. Belegger.tv sprak met hem. Dries, je hebt een nieuwe single uit, Geen Crisis Waar Dries Is. Gaat dat werken? Ja, dat gaat werken, meteen al. Ik heb 5 minuten geleden de beurs geopend en je ziet nu al stijgende lijn, dus dat gaat werken. Oké, maar toch hebben we een economische crisis in Nederland. Heb je daar zelf een beetje last van? Ik heb daar zelf ook last van. Als je ziet, als je naar mijn agenda bekijkt en je kijkt dan naar het segment bedrijfsfeesten, dan zien wij 30% vermindering. Dus in die categorie, ja, voel ik hem ook. En aan de andere kant probeer ik het met optredens in de horeca en andere leuke dingen weer recht te trekken. Met andere woorden, ga niet bij de pakken neerzitten. Maar doe er wat tegen. En dat doe ik ook. We zijn op de beurs vandaag. Beleg jij zelf? Niet meer. Ik heb mijn lesje wel geleerd in 2002. Een jaartje of 7 geleden alweer. Dan ben ik 1 miljoen gulden kwijtgeraakt hier op de beurs. Dus ik denk wel 3 keer na voordat ik er weer flink instap. Aan de andere kant voel ik dit wel als een instapmoment voor de beurs. Als je kijkt waar sommige fondsen vandaan komen, dan denk je soms, het kan bijna niet meer lager. Hè? Als je er nu instapt, zal je over 2 jaar goed zitten. Je zegt dat je 1 miljoen gulden bent verloren een paar jaar geleden. Wat ging er precies mis? Nou ja, er vlogen 2 vliegtuigen daar in het World Trade Center. En toen stond de hele wereld op zijn kop. En toen stortte ook hier in Nederland de beurs in. En dat ging zo snel dat men mij adviseerde in het begin, blijf nou maar even zitten, want dat is iets van 1,5 jaar, dat komt wel weer bij. Maar dat kwam dus helemaal niet meer bij. Ja, er zaten ook een hoop opties bij, en opties vervliegen. En nou ja, ik heb het eens uitgerekend, dat was toch zo rond 1 miljoen gulden. En daar moet je heel veel voor zingen, hoor. Zou je een stukje van ons kunnen zingen van je nieuwe single? Ja, waar Dries is, is er geen crisis. Want waar Dries is, daar is het altijd feest. Dus mijn advies is, toe bel die Dries is. Want waar Dries is, daar moet je zijn geweest.